Addy en Jan. Ja. Voor degenen die het niet weten, jullie zijn de veteranen, echt de ultieme veteranen van de Jamberetten. Dan kunnen jullie jezelf even introduceren. Jan. Nou, ik ben Jan Schouten en ik ben sinds... wacht nou even. Sinds het... even scouten. Wanneer nou? Ik weet het niet. Heel lang geleden. Ja, heel lang geleden zat ik bij de Paulusgroep en in Overveen. En die is overgegaan op een gegeven moment naar de Vliegende Pijl. Maar nee. Dat heb ik allemaal niet meer meegemaakt. En ik ben eigenlijk freelancer geweest. Ik heb nog een blauwe maandag in het districtsbestuur gezeten van de KV. En dat is allemaal samengevoegd in Scouting in Nederland. Ja. In 1973? Ja, in 1973. Dat klopt. Maar ik zie ook Karin groep op je shirt staan. Ja, de Karin groep, dat is dus de groep van de Franciscusgroep in het Kleverpark. Waar Addy dus leiding heeft gegeven. En jarenlang Akela is geweest. Ja. En ik kwam in het Kleverpark omdat mijn vriendje, die woonde in het Kleverpark. En we deden jaarlijks een Sint-Nicolaas actie. Om de kast te spekken, dan gingen we op huisbezoek met soms met 5 Sinterklaassen. En dat was de grote consternatie, want aan de overkant woonden kleine kinderen. En die hadden de hele dag de gordijnen dicht. Ja, want als er in één keer 5 Sinterklaassen voor de deur staan, dan schrikken ze zich helemaal een hoedje. Ja, dat was leuk. Addy, kan jij je introduceren? Ik ben Addy Schouten van de Paafort. En ik ben dus jaren Akela van de Paafort geweest in het Kleverpark. En dat was bij de Sint-Franciscusgroep. En wij zaten op de zolder van de Heilig Hartschool. Daar hadden we een prachtige locatie. En daar hadden we ook vier nesthoeken voor de welpen. En nog een heel klein hokje voor de staf, als je eventjes wat moest bespreken. En dat is gewoon hartstikke leuk en gezellig geweest. En het leuke was, nou hij het toch over die Sinterklaasactie hebben. Op een gegeven moment toen kwam er ook een Sinterklaas bij de welpen natuurlijk. Hè? Want het was echt de welpenleeftijd. En toen was er een zoontje van een van die Sinterklaasen. Die was Zwarte Piet. Want dat vond hij prachtig natuurlijk. En op een gegeven moment ze komen binnen. En Sinterklaas die zegt tegen dat joch. Van joh, wil jij even mijn staf wegzetten? Ja pap, zegt hij toen. Nou dat is natuurlijk lachen hè. En andere kinderen die keken van, hoe kan dat nou? Nou, ik lag in een deuk. En Sinterklaas stiekem natuurlijk ook, dat begrijp je. Dus dat was iets onder andere van de Sinterklaasacties. Maar hoe hebben jullie elkaar ontmoet dan? Hebben jullie ook elkaar ontmoet toen jij naar de Karingroep ging? Of? Nee, hij zat dus niet bij de Karingroep. Nee, hij ging op bezoek. Mijn groep, dat was de Franciscusgroep. En mijn horde, die heette dus... de Karela hoorde. En die Karela hoorde, dat wilde zeggen, klim op. Dus die kinderen moesten iedere keer een stukje verder klimmen in hun vaardigheden eigenlijk. En dat was natuurlijk wel leuk voor de jongens. Nee, we hebben elkaar heel anders ontmoet. Hij was jarig en toen gingen er 3 van de scouting mochten op zijn verjaardags komen. En dat was Akela Berendonk en Raxia van Rotteveel, Ankie Rotteveel en ik. Dus wij naar de verjaardag, hartstikke leuk, gezellig bij hun thuis. En we kregen wat te drinken en we kregen een stukje gebak. Maar er was niet zoveel gebak meer. Ik zei, nou dat geeft toch niet, we kunnen het toch delen. Dus ik snij mijn gebak in tweeën en ik geef mijn zwager ook de helft. En toen had zijn moeder later gezegd, die moet je maar nemen, want die kan delen. Ja, dat is natuurlijk leuk. Dus zijn moeder heeft eigenlijk de doorslag gegeven. En daar ben ik er eeuwig dankbaar voor. En heeft ze jou ook die kant op geduwd, zeg maar? Gaan we even praten met Jan. Nee hoor, nee. Echt niet geduwd. Dat ging allemaal vanzelf eigenlijk. Ging echt vanzelf. Maar het is zo leuk dat mijn schoonmoeder dus eigenlijk gezegd heeft van... neem die maar. Oh, je schoonmoeder, ja. Ja, dus voor mij is dat geweldig. Maar wat kreeg jij dan te horen, Jan? Van die moet je hebben, go. Ja, nou... ik was het er wel mee eens. Geweldig. Ja, dat is leuk. Ja. En zeg ik, die Sinterklaasacties, ja, dat is natuurlijk... Ieder jaar was dat weer feest voor onze hele groep.
En kasbekken, hè. Want we moesten natuurlijk wel zien dat we centen kregen voor al onze activiteiten. Maar ja, activiteiten, ja, dat deed je allemaal lopend natuurlijk. Want we hadden geen echt vervoer natuurlijk. Alleen als we naar een kamp gingen, zo eens in het jaar. Ja, dan probeerden we wat ouders te charteren die dus de spullen en de kinderen konden vervoeren. En dat was natuurlijk erg fijn als de mensen dat wilden doen. Dus dat is geweldig geweest. Ja, de goede oude tijd. Hebben jullie scouting ook in de jaren zien veranderen daarin? Ja, er is natuurlijk wel een heleboel gemoderniseerd eigenlijk. Hè. Dat kan je merken. Dat zie je nu al aan dit hele verhaal. Is het natuurlijk al zo. Maar we hebben nog eens een keer een hele leuke truc uitgehaald. We waren een keer samen in het jaarbeursgebouw in Utrecht. En er was een hele leuke demonstratie geweest. En we hadden van alles en nog wat gezien. En als laatste gingen wij eigenlijk daar weg. En toen werd de boel opgebroken. Het was echt de laatste dag, het laatste uur. En toen zeg ik tegen hem, wat zouden ze met al die vloerbedekking doen? Allemaal mooie rode vloerbedekking. Nou zit hij gaat vragen. Dus ik ging vragen, heren, wat doet u met die vloerbedekking? Want ik zie dat u dat aan het oprollen bent. Nou zegt hij, dat gaat allemaal in de vuilnisbak. In de vuilnisbak? Gooi je toch niet weg? En zeker niet als je de oorlog hebt meegemaakt. Nou, dan doe je dat niet hoor, echt niet. Dus toen zei ik, zeg meneer, mogen wij wat van die vloerbedekking meenemen? Neem maar mee wat je dragen kan. Oké. En we hebben een paar rollen, vloerbedekking, helemaal opgerold, zo ver we konden. Maar ja, toen zaten we dus in Utrecht en we moesten natuurlijk naar Haarlem en dat was natuurlijk lastig. Toen hebben we daar bij de EHBO-post hebben we twee rolstoelen geleend. En die rolstoelen hebben we dus gebruikt om die rollen op te leggen. Nou, dan ga je dus met z'n tweeën, ga je dus met rollen vloerbedekking naar het station in Utrecht. En dan moet je nog zien dat je ook nog in Haarlem komt natuurlijk. En dat was een beetje lastig. Maar goed, we komen op het station en we gaan naar de goede perron waar de trein naar Amsterdam-Haarlem zou vertrekken. Maar toen moesten die rolstoelen weer terug, want die waren van, van het jaarbeursgebouw. Dus ik bleef zitten met die twee grote rollen vloerbedekking. En hij met twee rolstoelen terugbrengen naar het jaarbeursgebouw. En bedankt voor het lenen. Komt hij weer bij mij. Nou, ondertussen waren we ze wat een uur verder natuurlijk. De trein die komt eraan. En wat doen we? De deur gaat open en wij pakken die rollen op en die smijten we zo de trein in. Rol 1, rol 2, wij stappen erbij. Ik zeg, we gaan wel ergens anders zitten hoor, we horen er nu even niet bij. En toen zijn we dus gewoon ergens anders gaan zitten en die rollen gewoon bij de opening laten staan van die trein. Nou, toen kwamen we in Amsterdam. Daar hadden we natuurlijk weer hetzelfde feest. Eerst uit de trein gegooid, al die rollen. En... Nou, toen op een gegeven moment moesten we weer naar een ander perron om naar Haarlem te komen. Ook allemaal op dezelfde gekke manier gelukt. Hartstikke leuk. En toen op een gegeven moment kwamen we, godzijdank, in Haarlem. Toen is hij naar huis gegaan, heeft hij de auto gehaald. Ja, toen konden we die grote dingen natuurlijk in de auto kwijt. Hartstikke leuk. En wat het nou het voordeel was van die rollen, want je zou wel zeggen, wat moet je met die rotzooi? Nou, die hebben we neergelegd op het eerste de beste Jambokamp bij de kidsclub. Want we hadden daar hele kleine kinderen ook en die kruipen over de vloer. En aangezien ik dat jaar bij de EHBO zat, had ik geen zin om splintertjes uit de kinderen hun handjes of knietjes te halen. Dus die vloerbedekking keurig netjes in die tent van die kleine kinderen. En ze zei, hoe kom je daar dan? Ik zei, nou, dat is een heel verhaal, maar dat is één keer en nooit meer. Nou, je begrijpt dat dit natuurlijk hartstikke leuk was. En we hebben geen splinter gezien bij die kindertjes. Nou. Welk jaar was dit? Oh, nou, ik denk dat dat al zeker 6 jambo's terug is. 2003, 1999, daar in die buurt? Zou ik niet eens precies weten. Ik denk 2003. Ja, dat zou best kunnen, ja. Maar ja, dat was het. Dat was de editie waar we nu zitten, waar de gracht was. Ja, bij de gracht. Ja, dat stond hier, zeg maar. Ja, ik begrijp het. We hebben die gracht gemaakt en de langste touwbrug hebben we gemaakt. Oh, dat was ook geweldig. Hè, dat was toen met Piet. Ja, dat was fantastisch.
Nee, we hebben zoveel leuke dingen gehad. Moet de Jambo eigenlijk nog een keer weer zoiets geks doen? Nou, ik ben ervoor. Ja? Want we hebben toen, in het Guinness Book of Records zijn we gekomen met die langste touwbrug. Nou, dat was natuurlijk fantastisch, dat begrijp je wel. En waar liep hij? Want we zitten hier. Waar liep hij? Door het hele kamp eigenlijk. Ja, hij was zeker 50 meter lang. Ja. 50 meter lang. En, dat was ontzettend lang. Ja. Gaaf. Ja. Dus waar mogelijk kon je hem binnen, dan ging je het hele kamp door hier achter, door, ook daar? Nee. Het was wel een rechte lijn. Ja, het was één rechte lijn. Het was eigenlijk een soort gracht. Maar dat was wel ontzettend leuk. Ja. En die touwbrug die hebben we in het bos gezet, waar nu de trail is langs het toegangspad. Ja. En, die was 700 meter en nog een klein stukje, dacht ik. Ja. Ja, en dan hebben we toch die gracht gedaan. En we hebben nog, wat hebben we nog meer gedaan? Captain's Dinner. In 99. Captain's Dinner. Waren jullie daar ook bij? Ja, daar waren we ook bij. En toen had ik al het materiaal besteld. Maar ja, bij één leverancier. Maar die man die had het weer onderverdeeld naar andere bedrijven. Maar hij heeft mij niks gezegd. Dus wij alle tafels gewoon na afloop van het diner op een hoop gegooid. En hij kwam zijn spullen halen en zei, waar liggen mijn spullen? Ik zei, nou, die liggen daar. Ja, maar dat ligt door elkaar. Ik zei, ja, dat is jouw probleem. Ik zeg, niemand heeft mij gezegd dat het van drie leveranciers werd. Dus zoek maar uit wat je nodig hebt en de rest laat je maar liggen. Dat is voor de volgende. Ja. Ja. Ja, en ik heb nog jaren bij de EHBO-ploeg gezeten, wat ik net al zei. Maar dan vond ik het altijd zo naar dat die kinderen helemaal naar de EHBO-post moesten om daar een pleister te halen of zo. Dus wat deed ik op laatst? Ik zette mijn EHBO-trommeltje achter op mijn fiets en ook nog wat voorspullen in mijn mandje. En dan rezen ik het gewoon het hele kampterrein langs. En waar nodig plakte ik een pleister en dan zei ik veel plezier, lekker doorspelen. Jullie waren toen al mobiel? Gewoon mobiele EHBO-post? Ja, ja. Ja, want gisteren was er nog iemand die zei van, ben jij niet op de fiets nu? Nee, die tijd heb ik nu gehad. Thuis fiets ik nog wel. Maar voor de EHBO was het mooi, want die kinderen die wilden gewoon doorspelen. Hadden geen zin, hè, als ze een bloedende vinger hadden, dat ze helemaal naar de EHBO-post moesten om een pleistertje te halen. Dus op die manier kon ik ze helpen met de EHBO. Dus. Hoe zijn jullie eigenlijk in die tijd bij de Jamborette gekomen? Want, dat kwam. Een broer van Jan, Arie, die had drie kinderen en die zaten allemaal op scouting en die gingen naar de Jamborette. En er was dus afgesproken dat we zouden gaan kijken bij die kinderen, omdat we natuurlijk scouting-like waren. En toen zijn we wezen kijken en toen zeiden we meteen van, jezus, dat is leuk, dat willen wij ook wel. En toen hebben we meteen het volgende jaar hebben we ons aangemeld. En toen zijn we meteen gebleven. En onze echte eerste scoutingkamp, dat was dus 1987. Nou, dat was natuurlijk geweldig. Ik heb thuis ook een hele grote foto waar we met alle medewerkers op staan. Hè? En vet. Ja, dat is gewoon enig. Was dat onder die grote paraboloïden die ze toen hadden gebouwd? Nee, die paraboloïden zijn altijd wel gebouwd. Maar die foto die is gemaakt op een heuvel, dat we echt met z'n allen erop konden, ja, hè? Met alle medewerkers. Waar nu de trail ziet. Daar is die. Daar stond vroeger een heuvel, toch? Ja. Ja. Dus dat was natuurlijk enig. Dus, ook een leuk idee om met alle medewerkers nog op de foto te gaan. Alle medewerkers, ja. En hoeveel waren er, weet je dat nog? Want nu zijn het er 450. Kan me indenken dat het een stuk minder was in die tijd. Het waren wel minder. Want we hadden ook minder kinderen natuurlijk. Ja. Dat is in de loop der jaren ook natuurlijk wel gegroeid. Het aantal kinderen, dus ook het aantal medewerkers. Ja, bizar hoe dat groeit, hè? In al die jaren. Ja, echt leuk. Scouting leeft. Dat kan je wel zeggen. Nog steeds en kicking. Ja. Maar Jan, jij hebt vroeger de materiaal gedaan, toch? Materiaal inkopen en bestellen? Ja, ik heb drie keer het materiaal besteld. Onder leiding van Gijs en Rob Zurendonk. En op een gegeven moment had Rob wat andere zorgen. En toen heb ik het eigenlijk zelfstandig gedaan. Maar ik had op een gegeven moment het voorbeeld hoe ik het jaar daarvoor gedaan had. En dat ging prima. En toen heb ik de hele zaak overgedragen aan Steven. En dat is later bij Joost terecht te komen. En het is nu allemaal
professioneler geworden. En ik heb dat met plezier gedaan. Maar op een gegeven moment worden er zoveel technische eisen gesteld dat het makkelijk is om daar een technische man op te zetten. Absoluut. Maar ja. Ik weet nog, dat was op het oude Sub en Blauw. Daar stond het kleine stafrestaurant. Ja. Een klein stafrestaurantje eigenlijk vergeleken met wat we nu hebben. Ja. En daar tegenover was het magazijn. Ja. Of daarnaast. Nee, daar tegenover was hij. En dan zag ik jou als 16-jarig jochie. Wow, die gast kan veel. Dat dacht ik echt toen. Ja. Want ja, ik wist helemaal niks. Ja. Nee. Ja. En dan wordt het. Dan heb je het jaar daarna heb je het samen gedaan met Steven, toch? Toen overgedragen. Nee, ik heb het overgedragen aan Steven. En die heeft het overgedragen aan Joost. En sindsdien doet Joost het. Ja. Maar ik had wel het probleem met één Jan Borette. Toen dacht ik, nou. Ik had de spullen van Waterborg, die bestond toen. Dat was Wim Smits, was de voorzitter van de KV. En die had een eigen tentenvuurbedrijf. Nou, dus dat was prima. Maar dat heeft hij toen op een gegeven moment overgedragen aan zijn zoons. En die hadden er de balen van, want om de havenklap waaide een tent om. En dan moesten ze bij nacht en ontijd de boel weer op poten zetten. En dat is dus op een gegeven moment, in november kreeg ik het bericht. Nou, dat lukt niet meer. Ja, en toen hebben jullie een alternatief. Nou, toen ben ik in Nieuwkoop terechtgekomen bij een tentboer. Nou, die prijzen die waren verschrikkelijk hoog ten opzichte van wat Waterborg vroeg. Toen ben ik er met Roel Schaart heen gegaan. Ik zeg, nou, dat is het budget voor de tenten. En kijk maar hoe ver we komen. Nou, en toen is dat dus met... goed overleg is dat teruggebracht tot de prijs die ervoor stond. Want het was, het is leuk natuurlijk, maar bij scouting moet het altijd minder. En dan kunnen ze verhuren commercieel, maar scouting dat is eigenlijk allemaal een hoop vrijwilligerswerk. En we verwachten ook een hoop sponsoring. Nou, dat is prima gelukt. En nu is het bij het hekeltje vandaan. Nou, dat loopt ook prima. Ja, daar hebben ze ook zo, volgens mij wel een deeltje mee gesloten. Ja, denk ik. Weet jij of er nog eens dingen gebeuren nu in het huidige materiaal wat jij ooit bedacht hebt? Nee. Dat zou best wel zijn, want ik ken Joost een beetje. Die pakt ook de beste dingetjes van vroeger op om het om te gebruiken. Nou, ik denk het niet. Ik werkte dus gewoon met een lijstje met alle verschillende subkampen en... Dan, en dat moesten ze dus opgeven of het mogelijk was. Nou, dat is voor 95% gelukt. En je moet natuurlijk opletten dat ze niet gaan overvragen. Want iedereen die wil de mooiste en de grootste tent hebben. Maar het moet wel aangepast worden aan het beschikbare budget. En de ruimte die ze echt nodig hebben. En want het moet wel behoudbaar blijven. Ja, want anders loopt het helemaal uit de klauwen met de financiën natuurlijk. Ja, dat kan niet, hè? Nee. En heb je behalve materiaal nog iets meer gedaan? Nou, het eerste jaar de trail. Kom maar met die trailverhalen. Het eerste jaar de trail. Toen zat, toen zat jij bij... toen heb ik met zijn broer... hebben we melkpakken, bootjes gemaakt. Dan denk je, hè? Bij de trail. Bij de trail, ja. Ja, dan zit toch een stukje water, hoort er toch bij. Mm-hmm. Dus we hebben met die kinderen hebben melkpakbootjes gemaakt. Maar ja, hoe kom je aan al die melkpakken? Sparen. Zijn zwager had in de serre niks anders dan melkpakken staan. Totdat die Jambo begon natuurlijk. Dus maar, jij kreeg bezoek, of die zwager kreeg bezoek. Ja. Wat ben jij nou aan het doen, joh? Ja, precies. Wat ben jij nou aan het doen? Nou, ik spar melkpakken voor een onderdeel van de trail. Oh, maar toen hebben we wel ook nog een beetje geboft vlak daarvoor. Want toen was er ergens bij een melkfabriek was een storing geweest. En toen waren die pakken melk, die waren niet gevuld, maar die waren wel gesield. Dus die waren wel dicht, dus hoefden wij ze niet meer dicht te doen. En dat was natuurlijk mooi. Toen hadden we nog meer melkpakken. En toen hadden we dus ook meer bootjes kunnen maken. En op een gegeven moment, toen we met de kinderen dus melkpakkenbootjes gemaakt hadden, toen zei ze echt van, ja, maar daar kan je toch niet op varen? Nou, zegt zijn broer Arie, doe dat nou maar, want dat kan best
laat jij het maar even zien, zei hij dan tegen mij. Ik zei, nou, jij kan het ook. Nee, doe jij dat maar. Je hebt toch ook een zwemdiploma, want je hebt zoveel kinderen zwemles gegeven in je hele leven. Doe jij dat maar. Nou, oké. Toen heb ik mijn kleding uitgetrokken en daaronder had ik al mijn zwempak. Ik denk, als het fout gaat, dan kan ik dat mooi verbloemen. Oké. Hij zegt, ik heb hier een zak snoep. Als jij die nou eventjes naar de overkant roeit, naar dat eilandje, en de zak snoep daar neerlegt, dan kunnen de kinderen daar een snoepje halen. Dus dan moesten ze wel op die melkpakkenbootjes. Nou, dat was natuurlijk één groot feest. En de eerste die natuurlijk bij die zak snoep kwam, nou, die kreeg een groot applaus en gejuich. Dat die zak natuurlijk gehad had. Maar dan zeg ik dat, ja, toen stond het ook in de krant. Nederlanders, die varen op melkpakkenbootjes. Nou, dat is natuurlijk enig. Het was zo ontzettend leuk. En jij had bootjes gemaakt met die grote tonnen. Weet je wel? Nee, dat is later gebeurd. Oh. Later kwamen die blauwe tonnen. Die kwamen bij een vatenfabriek uit Amsterdam. En ik weet nog, ik heb toen op een gegeven moment had ik een hobbyclub voor een andere, of een busje voor een andere vereniging nodig. En dan haalde ik iedere keer van die tonnen op, maar dan gingen er maar drie in een transit. Hoe je het ook versierde, als je op zijn kop zette, of dan gingen er absoluut niet meer dan drie in. Nou, en toen heb ik. En later zijn ze dus op een gegeven moment nog via andere kanalen tonnen aan het versieren geweest. En nu hebben we er voorlopig hebben we er heel genoeg. Wat grappig dat die tonnen die gebruiken we nog steeds volgens mij. Ja. Als vlot. Er zijn ook andere bijgekomen. Ja, dat zijn natuurlijk leuke dingen. Ja, dat was echt geweldig. We hebben zo genoten, alle jambo's eigenlijk. Hè. Ja, maar jullie zijn hier nog steeds. Ja. En je zei hier voor de uitzending, ja, Menno, ik wil wel dat je even opschiet met deze uitzending, want ik heb nog even belangrijke dingen te doen. Ja. Ik moet nog tomaten snijden. Ja. Maar wat doen jullie dan? Nee, in het restaurant, want daar hebben ze ook ieder ogenblik hulp nodig. Dus we hebben daar al twee middag hebben we daar al sperziebonen zitten koppen. En hij heeft ook al een middag daar tomaten gesneden, maar dat moet nu dus weer. Dus daar gaan we zo meteen naartoe. En we moesten sla snijden, geloof ik, of zo. Nou, dat zien we wel. De opdracht die komt vanzelf binnen. Ja, maar het is te gek dat je nog gewoon op jaren mee hebt gedaan. Ja. Nog steeds waarde kan toevoegen aan de jamberetten. Ja. Door gewoon stafrestaurant te helpen. Ja. Boontjes te doppen en tomaten te snijden. Ja, dat is toch leuk. Ja. En we hebben veel. Ik ben heel veel in de swap-tent geweest om dingen te ruilen. Maar ik heb de laatste keer dat ik daar gezeten heb, toen had ik nog zoveel over. En toen ben ik. Want toen zeiden ze van mogen we dit of mogen we dat? Ik zei, weet je wat? Neem maar mee. Zo hoefden we dan niet te ruilen. Ik zei, dat hoeft niet altijd. Ik zeg, officieel hoort het wel als je swapt. Je geeft. De ene wat en de andere die krijgen ook wat. En dan met een handdruk, met een linkerhanddruk, moet je dat dan bezegelen officieel. Ik zeg, en dan is de koop gesloten. Maar ik had zoveel dingen nog over en dubbel en nog dubbel. Dat ik heb de laatste keer heb ik heel veel weggegeven. Nou, kinderen helemaal blij als ze zomaar wat kregen natuurlijk. Nou, dat is, dat moet ook kunnen, toch? Ja, vind ik ook. Ja. Cadeautjes, hè? Cadeautjes. Cadeautjes voor de kinderen. Ja, ja. Nou, nog niet. Als Marcus 5 minuten aangeeft, dat ligt aan de camera. De camera daar. Dan heeft hij nog 5 minuten opslagruimte. Ja. Dat is gewoon, dan gaat die camera uit. Dan schrijft hij het weg, een technisch verhaal. En dan kan je het weer. Dus hij heeft eigenlijk een half uur film in totaal. Oh. Dan kunnen we nog even praten. Je hebt een heel schema gemaakt namelijk over waar je het wel over wil hebben. Nou, ik denk dat we dat allemaal wel besproken hebben. De verjaardag bij jou thuis, Kleverpark, Paulus, Overveen, Sinterklaasacties, vloerbedekking. Melden jou te stellen. Tiende jambo. Tiende jambo, ja, dat hebben we nog niet gezegd. Oh, nou, tiende jambo. En dan de melkpakkenbootjes en de tonnen waar jij dus mee bezig geweest bent met de kinderen. Ja. Dat was het wel. Ik heb nog wel een vraag. Ja? Ik word ook ouder natuurlijk. Ik ben nu 36, maar op een gegeven moment ben ik ook in de 80. Ja.
Wat is het geheim om nog steeds op die jamborette rond te lopen op die leeftijd en nog steeds dingen te kunnen doen? Het is gewoon hartstikke leuk. Hartstikke leuk. En op een gegeven moment ook, we waren de eerste keer in het restaurant. Nou, we zijn rustig gaan zitten en trekken op een receptie. Want iedereen kwam naar ons toe en de ouderen die kennen ons en wij kennen de ouderen. En er is op een gegeven moment een hele hoop jongens veel bijgekomen. Nou, het zal wel. Maar we kennen een hele hoop gezichten en een hele hoop namen. Maar de combinaties is soms wat moeilijk. Ja, ja, dat is lastig. Maar, dat wisselt ook door natuurlijk, continu. Ja. Ja. Maar jullie hebben het wel gezellig, leuk. Ja, we hebben het reuze naar het zien. En vooral gisteren natuurlijk met die open dag. Toen hebben we veel mensen gezien. Ja. Echt, ook oud-scouters natuurlijk. Dus dat is natuurlijk geweldig. Alleen maar praten. Op een gegeven moment kwam er één knaap, die kwam naar me toe. En die zegt, ha, Akela. Nou, wat wil je nog meer? Dat was dus een jongen die dus echt bij mij op de welp heeft gezeten. Ja. Nou, en die kwam hier kijken. Dus nou, ik zie jongen, zeg... He, dat was Peter Miezebeek, heet hij. Peter Miezebeek was dus echt mijn welp. Ja. Ik zei, jongen, jij bent de enige echte. Ja. Nou, dat was ontzettend leuk. Maar verder hebben we zoveel bekenden gezien. Dat is gewoon superleuk. Superleuk, echt. Het is niet te geloven. Het is ook een soort klein dorpje, dat scouting. Zeker de Haarlemjamborette. Ja, maar het wordt een steeds groter dorp. Van een klein dorpje wat ooit Pieters begonnen naar bam, dit. Ja, want de eerste jaren was het natuurlijk op het Naaldenveld. En vanaf de vierde is het dus hier, Sparenwoude. De vierde? Dus, ja, ik dacht altijd de derde, maar het was de vierde. Nee, volgens mij is de vierde is dus hier begonnen. Ja, hè? Er zijn er drie op het Naaldenveld geweest. Ja. En in 1983, dacht ik, kwam de eerste hier op het terrein. Ja. Nou, dat is nooit meer veranderd. Nee, en de trein is nog steeds best wel geschikt voor ons. Ja. Dus prima, dus echt goed. Je kan de groepen goed verdelen en toch kan het bij elkaar. En dat is natuurlijk het belangrijkste. Ja. En Roel heeft ook verteld in de vorige podcast dat hij alle riolering samen met de gemeente heeft. Daar moet een put, daar moet een put. Ja, dat is natuurlijk fijn dat Roel daar natuurlijk veel kennis van heeft. Dus die kan het met de gemeente natuurlijk meteen regelen. Wat het mooie was, ze wilden riolering aanleggen. En dan heeft Rob met de burgemeester van Haarlemmerliede, Spaarwoude, afgemaakt. Als je nou toch een gat hebt, leg er dan meteen een elektriciteitskabel bij en een waterslang. Nou, dat is dus gebeurd en dat is allemaal prima uitgevoerd. Je bent nu wel gebonden aan min of meer vaste kampindeling, maar je weet dat het werkt. En dat is en het mooie is, op een gegeven moment was er een ander evenement nodig. Op hetzelfde terrein dat wij als jamborette in gebruik hadden. Maar niemand wist waar die punten waren. En toen moesten ze bij Roel te biechten om te informeren waar dus de vaste aansluitpunten voor de centrale voorzieningen waren. Ja. Want het recreatieschap had helemaal niks genoteerd. En Roel heeft dus een achtergrond als tekenaar. Nou, en die had het keurig netjes in kaart gebracht. Nou, dan had het recreatieschap had dat ook. Maar dat was... Dat is wel tof. Dat is hartstikke leuk. En we zijn van de week ook nog eventjes op Schoteroog wezen kijken. Want Schoteroog heeft natuurlijk het waterkamp, de aqua ook, daar. Nou, en dat loopt als een trein. Het vaart als een boot, laat ik het zo zeggen. Die zijn goed bezig, hè, die aqua. Ja, die aqua doet het echt geweldig. En die kinderen genieten van dat zeilen ook natuurlijk. En we hebben daar ook de scoutshop gezien, zoals het nu voor de kinderen is ingericht. Ja, want er is natuurlijk een scoutshop, maar ze hebben nou natuurlijk veel meer voor de kinderen die daar nu kamperen. Ja. En ja, dat loopt ook als een trein. Het is zo leuk om dat te zien. We hebben zelf ook bijna 30 jaar in die scoutshop gezeten. En daardoor ken je veel kinderen en ouders. En dat blijft feest als je een bekende ziet.